Elke zondagmorgen branden we in dit programma Zin in Zondag een kaarsje voor iemand. Soms voor iemand buiten onze provincie en vanmorgen voor een jonge jongen die woonde in Zwolle. En hij en zijn familie komen uit Elburg en dat ligt in het noorden van onze provincie. Michiel Schut was op een feestje, raakte daarbij zwaar gewond bij een steekpartij en overleed aan de gevolgen daarvan op 19-jarige leeftijd. Velen hebben afgelopen dagen op zijn overlijden gereageerd, waaronder ook zijn familie. Namens hen branden we vandaag op deze 15e april een kaarsje speciaal voor Michiel Schut. En zoals gezegd namens vele anderen. Wilna van Boven-Hulsman, Bernardo van Olst, Mina Wissink, Ilona Woestenberg, Martin van de Vrucht, Grady Hendricks, Christy en Peter Kouwer, Ingeborg Kanij, Jaap Willemsen, Henk Dinkelman, Wilma Lipke, Ali Bloekhuis, Ans van Loo, Lisanne Spaander, Grietje van Boven van de Kamp, Corrie Nagelhout, Marcel Vlieger, Jan-Willem Bultman, Marie en Rijk, Marie en Roel Schra, Henriette Verbaan Westerink, Jeannette en Mark van Dam, Alex van de Kamp, Marian en Bert Top, Henk Pap, Jeannette Lentink en tot slot, zoals gezegd, Iris Schut namens de familie. En wij wensen jullie als familie en ook alle vrienden sterkte en kracht toe. En hopelijk kunnen jullie kostbare herinneringen aan Michiel koesteren.